Het ging goed. Het ging goed. Het was een zware, pittige week. Eigenlijk vanaf het moment dat ik opkwam en dan als oude man en ik vraag van... kennen jullie Willy Wonka? En ik hoorde ze reageren. Ik dacht, oké, het is zo'n première publiek. Ze gaan meedoen, ze gaan er helemaal in meestappen in ons verhaal. En ik denk en ik hoop dat we het tot een goed einde hebben gebracht. Het ziet er allemaal zo mooi uit. Allee, zo ervaar ik het toch. Ik bedoel, de pruiken, de kostuums, het decor, het orkest. Ik vind dat echt een zeer grote meerwaarde. Het is eigenlijk een heel grote speeltuin voor ons. Niet meer, niet minder. En zeker voor Wonka. Ik bedoel, Wonka is de drijfveer in acte 2. Als ik het laat varen... Ja, dat klinkt nu zo stom, maar ja, goed, het is wel zo. Als ik het laat varen of ik steek er geen tempo in, dan hebben we een verdomd traag acte 2. Dus het is aan mij om al die scènes aan elkaar te breien en te zorgen dat er tempo in die voorstelling komt. En de tekst, hè, het eerste nummer van deel 2, dat gaat tegen zo'n rotvaart. Het lukt, so far. We hebben 4 try-outs gehad en nu 1 première. En ik denk dat we warm aan het lopen zijn. En dat is geen geslijm, ik wil even zeggen, ze zijn alle drie heel goed. Je zou het eigenlijk moeten zien in de drie versies. Omdat elke Charlie, of elke jongen, zet een andere Charlie neer. En dat is zo tof. En in het begin denk je van, ik moet nu even anticiperen, want ik speel met die. Of ik speel met die. En nu is dat een soort van tweede natuur geworden. En dat gaat zo vlot. Dankbaar. Want ik voel ook gewoon dat wij elkaar tot een ander niveau tillen. En dat is echt zo. Ze waren ontzettend goed voorbereid. Dat was al een groot cadeau op zijn eigen. Ik heb het gevoel dat ik Charlie kan helpen doorheen de show. Maar zeker, zeker wederzijds. Alles wat je wil kan zien. Kijk maar eens de grond. Het is hier. Alles wat je wil doen mag hier. Wil je nog iets meer? Het kan alleen hier. In één zinnetje. Omdat het een fantastische, warme familiemusical is. Met bijzonder getalenteerde mensen. En, ik moet en zeggen, want anders is mijn zin al gedaan. En. Het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Het is meer dan leuk. Het is, ik denk dat je als kind de zaal verlaat. In een fantasiewereld.